De eerste training van PSV na de winterstop is vanmorgen geweest op de Hertgang. Het was de eerste keer dat de mannen van Fred Rutte weer op het veld stonden in aanloop naar de tweede helft van het seizoen. Aanstaande maandag dan vertrekt de hele ploeg naar La Manga in Spanje voor een trainingskamp. Daar worden ook twee oefenwedstrijden gespeeld, onder andere tegen Kaiserslautern. Op zaterdag 14 januari komt de selectie dan weer terug naar Eindhoven.